Voor deze week weer een nieuwe video en een nieuwe week waarin we veel onderweg gaan. We gaan een aantal auto's wegbrengen, waaronder de Volvo. En we gaan een aantal auto's ophalen, waaronder de Ferrari en de SLR. Blij dat de SLR weer terugkomt, want daar gaan we binnenkort nog een andere video over maken, over de hele SLR. Dus daar heb ik al heel veel zin in. Maar eerst deze week. Goedemorgen, we zijn onderweg naar Brabant, naar het gezelligste stukje van Nederland, zeggen ze wel eens. Om een BMW M3 weg te brengen bij een BMW specialist en dat is de E46 M3 in het grijs. En die auto hebben we al een hele tijd binnen de collectie, alleen die SMG bak die erin zit, die is wat gevoelig. En daar willen we nu even een specialist naar laten kijken en eigenlijk de auto toch weer echt even laten opfrissen, zodat we er echt weer plezier mee kunnen maken. Die hebben jullie wellicht nog nooit gezien, maar dat is echt een superleuke auto. Ik heb zelf ook altijd een E46 model BMW gereden, dus ik vond het in het begin heel leuk om die auto te zien en ook mee te rijden. Dus dat is wel even iets leuks. Verder zijn we vanmorgen begonnen. Dus hebben we de Volvo 242 Turbo weggebracht via Richard, die de auto helemaal heeft gebouwd. Dan gaan ze nu kijken naar de koude start van de auto, want de auto die start wel, maar het is een soort race start idee. En dat is gewoon voor het gebruik waar wij voor hebben, is dat eigenlijk niet relaxed. Dus dan gaan ze even die afstelling gaan ze iets aanpassen. En even kijken of dat de auto gewoon verder nog goed is. Dus daar zijn ze vandaag mee bezig. En als je dan vandaag de auto wegbrengt in het zonnetje, dan zie je echt die mooie rode wijnkleur die op de auto zit, zie je echt terug. En het is gewoon een prachtig geel. Het is een 242 met een motor van een S60R. De auto heeft 335 pk uit mijn hoofd. Zij is wat getuned. En voor de rest heeft hij alles van de S60R. Dus de velgen, de remmen, het interieur. Dus dat maakt de auto zo cool. En het is echt nog een keer leuk om daar nog een keer een aparte video of iets over te maken. Super gave spec. En het is een heel mooi, maar lang project geweest. Maar wel echt, dat heeft wel echt een heel mooi resultaat gehad. En nu zijn we nog wat dingen aan het fine-tunen. En nog aan het kijken dat we gewoon in het voorjaar er gewoon goed mee kunnen rijden. We zijn bijna op de plek om de M3 af te leveren en dan gaan we weer verder.
We zijn dus net de M3 weg geweest brengen en dan gaan ze dus kijken van wat moet er allemaal gebeuren en wat willen we eraan laten doen om hem weer echt lekker fris te maken. Dus dat wordt nog vervolgd. Toen we vanmorgen hier begonnen stond deze 997 Sport Classic met een lege accu. Dus die hebben we even geboosterd, de klep opengemaakt en nu aan de oplader gelegd. Maar het beste is altijd even een stukje rijden, dus dat hebben we ook gedaan. Dus nu zijn we weer terug en is alles weer hier. En dat was het denk ik voor vandaag. Dus op naar de volgende dag. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe dag en een heerlijke dag, een echte herfstdag. Het is een beetje vies op de weg, maar dat maakt niet uit, want we zijn vandaag onderweg met de trailer. We zijn onderweg naar Münster, is de tweede keer al deze week. En waarom is dat? Dat is omdat allebei de Ferraris klaar waren met onderhoud. En die wilden we graag terug hebben en vanuit toen is het altijd vrij druk met transport. En wij wilden graag eigenlijk alle auto's dit weekend een beetje bij elkaar hebben, zodat we daar weer, zodat we weer meer van kunnen gaan genieten en dat alles weer lekker bij elkaar staat en anders staan de auto's maar daar. En afgelopen weekend ben ik al naar Münsterhuis geweest om de blauwe 8,5 op te halen en nu vandaag om de groene 8,5 op te halen. Ik moet nog zo'n half uurtje rijden en dan ben ik er. En dan gaan we de auto weer laden en dan gaan we weer rechtstreeks terug. Ik hoop vandaag ook nog de SLR op te halen. Die staat bij een van onze partners en die is ook klaar. En dan is die ook terug. En dan vullen we onze locatie weer met de auto's. Dus dan staat alles weer lekker bij elkaar nogmaals. En dan zal het toch weer genieten als je dan alles weer bij elkaar ziet. En het is ook gewoon weer een mooi gezicht. Dus daar doen we het voor. Het gaat eigenlijk vrij voorspoedig. Ik dacht eigenlijk ook wel wat files we hebben vanmorgen, maar veel gelukkig mee. Ideaal met de trailer, zeker met vies wegdekt, dan zijn de auto's gelijk zo vies. En nu is het alleen de Defender vies en de trailer. Maar we gaan eens kijken waar de auto staat en gaan we hem inladen. Tot zo. Zo, de trailer is geladen en heb ik helaas even geen beelden van gemaakt. Maar hier vertrekken we weer bij Münsterhuis. En altijd super aardig mensen, altijd heel erg hulpvol. Ze hebben mij even geholpen met de auto even naar beneden rijden en erin rijden. Want we zitten op een bovenverdieping, echt wel een mooie Ferrari dealer. Ze hebben altijd wel weer iets moois. Ze hadden nu een LaFerrari staan en een aantal SF90's. En een mooie 812 GTS een aantal keren ook, waaronder die van ons natuurlijk. Dus dat hebben we ingeladen, langs de gouden drieboog. En weer terug naar onze eigen locatie. Dus we gaan de reis weer vervolgen. Zo, we zijn weer onderweg. Net de 8,5 GTS in onze opslag gezet. En dus weer teruggebracht. En daar vandaan weer doorgegaan naar Zeeland. Om de SLR op te halen. Die is echt al een hele lange tijd, of een hele lange tijd. Die is al denk ik wel ruim anderhalf maand bij onze ontzettend specialist. En die heeft er een upgrade gedaan aan het onderstel. Dat wil zeggen dat we dan kijken naar hoe de auto staat. Dus dat met name naar de vering en naar de spaces, etc. We zijn zelf groot fan van Eulings. Dus dat is dan een Eulings custom onderstel voor aanpassen geworden voor de SLR. Het staat hem echt enorm goed. De auto stond wat, de velgen stonden wat naar binnen. De auto zelf ook. En nu is hij dan weer helemaal opnieuw uitgelijnd en ook iets verlaagd. En zo. Ja, het is echt heel gaaf om te zien. Ik heb alleen nog de foto's zien, maar ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Dus dat gaan jullie ook zien. Dus de twee groene auto's zijn er weer terug. En het zijn ook echt wel twee auto's. Zal ik nog te denken om eens een keer apart iets van een video over te maken. Want het zijn echt, zeker aan de SLR is zoveel gebeurd. Die is bij MSO geweest. En dat is gewoon zo'n gave, ontzettend gave auto binnen de collectie. Dus dat is zeker de moeite waard om daar een keer wat mee te doen. Ja, ideaal nu met het natte weer. Kan de trailer, kan de SLR lekker achterin. Dus dat top. Als het goed kan ik gewoon droog laden. Dus dan hoeft hij niet vies te worden. Ik ben benieuwd. Zo, alle auto's staan dus weer beneden onder mij. Dus alles is weer lekker binnen. En we gaan weekend houden. Maar voor de video van volgende week ga ik me vast even verdiepen in de SLR.